zelf niet kunt scoren, ja, en twee punten kunt tegenkrijgen. Tuurlijk, want dan lanceer je bijna dat tegenaanval, ja, als het ware. Oh la la la, highlight! Open deur dagen. Ja. En kijk hier van Bouw. Oh la la. Ja, Collins. Mwema zit daar Hammonds op de huid. Weet natuurlijk dat hij Hammonds geen open shot mag geven. Ja, en die gaat er nog weinig krijgen, denk ik, open shot. Oh! Oh! Ja. Heel veel fout doet hij niet, denk ik. Ja. Ik denk vooral wat gebeurt. Schaftenaar! Kruithof wilde niet bereiken. En kijk, ja, ja, kijk, ik dat zou zal die niet laten gooien. Dit is met de ogen toe. Dit is met de ogen toe. En fout er bovenop. Deion Hammond, een fout. Want plotseling staat hier 10 punten verschil, ja, ja, op het bord. En kijk eens, van die 37 heeft ene Deion Hammond er 20 gemaakt nu. Ja, dit is een spektakel hoor. En weer al zo'n on the buzzer. Laatste. En over en hier is gesproken aan de overzijde. Daar is hem. Deion Hammond, ja, die is toch even. En die heeft zich bezeerd blijkbaar. Jean-Marc Mwema dunkt. Nee, heeft hij. Nee, hij gleed vooral weg op een vochtige plek. Antwerpen zit in een yo-yo-wedstrijd. En de vraag is hoe lang de rekker zal blijven gaan. Die Desonta Bradford maakt zich op. Anderson, bom! Ja, en die komt op het ideale moment voor, ja, Antwerpen. Die van, maar die van Giants, die 30, die doen dat al de hele wedstrijd. Thijs scoort, de Ridder! Ja, maar dit is twee keer heel slecht gespeeld van Luuk van Bree. Desonta Bradford. Ferdinand Zylka. Bouwknecht van zich opgeschud. En dan de score. Time-out. De derde al. Vandaag van Dutch Bradley. Rutherford tegen Bradford. Hulp van Reggie Upshaw. Daar staat er eentje helemaal vrij. En de score. De bom voor Luuk van Bree. Daar is Hammond. Kan hij opnieuw wakker worden? Oh, mooie beweging. Hammond. Zylka. Zylka bijna met de driepunter daar. En dan toch. En de score. Ferdinand. En de driepunter. Waar is Zylka? Die moeten ze hebben. Bradford zelf. Jawel, de score. En gedaan. Ja. En gedaan. Antwerpen heeft de pole position te pakken. Die Desonta Bradford.